sponsor! Hallo, super bangs, super bangs, super gameplays, een nieuwe aflevering van Nazi Zombies. Dit is weer de 7e aflevering in Kino der Toten. Dat heb ik allemaal opgenomen in 2 dagen. En dat betekent dat ik zo meteen een voorraadje heb van 6 afleveringen. Waar ik echt heel blij mee ben. Ik ga echt voorraadjes opnemen dit weekend. Eigenlijk ben ik morgen de hele dag weg en zondag ook. Maar ik ga voorraadjes opnemen. Ik wil afleveringen op voorraad hebben. Ik weet, voorraad is chill. Want ik ben zo lui om het te hebben. Ik heb echt, soms heb ik 2 of 1 Left 4 Dead video op voorraad. Het gedichtste wat ik bijkom. En soms als ik Modern Warfare dat opnemen ben met Jur. En we zijn lekker bezig. En dan hadden we dat ook nog wel eens. Maar dat was echt eeuwen geleden. Toen ik nog een paar abonnees had. Ik moet zeker weer verder gaan met die Modern Warfare 2 co-op serie met Jur. We moeten dan maar iets van 3 missies of zo. En dan hebben we alle missies op 3 sterren gedaan. Maar best wel een goed iets is om te hebben. Dat is best wel moeilijk. Oh god, dat ging niet helemaal goed. Zet hij aan? Ja. Staat hij aan? Ja. Hij aanstaat? Oui, oui. Kijk, mooi er doorheen gemanoeuvreerd zonder ook maar 1 tikje te krijgen. Vorige aflevering zei ik heel mooi, Team Serpent naar de 100. Ik zeg, we blijven erop gaan jongens, wave 100. Het moet gewoon gebeuren, wave 10.000, ik weet het niet. Ik heb net even met mijn PlayStation gecheckt hoe die doet qua hitte en hij is nog helemaal super cool. Ik had ook mijn hele dag mijn raam openstaan met al die harde wind, dat zal hij vast wel leuk gevonden hebben. Voor mij zetten er een fan naast, dit gaat gewoon een pittig goed zombiepotje worden. Tweede aflevering hebben we dan weer heel erg gefaald. Er zijn al door onze revives heen, maar dat hebben we helemaal niet nodig. Daar zijn wij te awesome voor. Sorry. Hier even eentje. Hoppa. Zo neerplakken. Gaat zeker helpen. God, dat had ik niet moeten doen. Ik had eigenlijk gewoon mijn regel vast moeten houden en gewoon de thundergun moeten pakken. Maar, daar gaat het nu niet om. Oh, we hebben nu al geen nades meer. Dat is jammer. En we rennen er langs. Mooi. En galant. Zoals het is. Het is wat het is jongens, mooi en galant. Even kijken, 29 was dorks, dus dan zal 34 ook wat dorks zijn. Dus dan hebben we nu alleen nog wave 33 die ons tegenhoudt. We hebben nog steeds iedere wave meer geld, dus laten we nog even wat mooi van dat turret allemaal kopen. Even nu allemaal voor mijn mooie dingen. Zit er nog een granaatlauncher op? Dat gaan we nu eens even uitvinden. Yup, oké, laten we die eerst even opmaken dan. Kunnen we misschien nog een beetje geld mee verdienen. Oh, de zombies lijken wel gestopt te zijn. Oh, we moeten even allemaal opnieuw spawnen. Komt u maar, ik wacht wel eventjes. Komt u maar heren? Ze komen niet eens bij me. Voor mij zijn ze voor die tijd al zo'n beetje geëlimineerd door de turret. De turret is gewoon een goede jongen. Ik raad je zeker aan de turretstrategie te gebruiken die ik nu ook gebruik. Heel veel mensen gaan moeilijk doen met iedere wave een nieuwe wapenboxen. En al de kralers maken, commando's en galiels. Ik vind deze strategie, het is wel wat saaier. Je hebt wel een kutwapen, maar het werkt. En in principe gaat het nog veel sneller. Nou, het gaat niet sneller. Je moet de skullcrusher wel upgraden, want dan schiet hij veel sneller. Ik zal meteen even de turret weer aanzetten. Het slimste is gewoon de turret 24/7 aan te houden. Maar dan gaan mijn punten omlaag. Maar ik niet ook zoveel punten verdien ik ook weer niet. Dat is een beetje het probleem. Verdiende ik maar zoveel punten. Ik moet natuurlijk wel voor me blijven kijken. Anders dan blijven ze weer spannende zombies tegen me aan. Ik heb echt even geen zin om dood te gaan jongens. Dit is een mooi iets. Ik ga mijn eigen record van W40 breken. Sowieso. Daar gaan we sowieso voor. Een beetje wachten zodat ze een beetje uitgelokt zijn. En we lopen weer deze kant op. Het is zo makkelijk als je weet wat je doet hè. Hoppa, nu allemaal clipje erin. Nou, vind ik niet waard om daarop te gaan schieten. Dus wandelen we lekker verder. Zombies. Ik heb opeens een nummer in mijn hoofd. Ik weet niet eens welk nummer. Ik kan de tekst wel zingen, laten we dat niet gaan doen. Oh mijn god, straks is het een heel erg liedje. Wat je niet in je hoofd wil hebben. Oh my god, dan moet ik eerst bedenken welk liedje het is. Oh my god, ik wil het niet zingen. Ik wil het niet zingen. Nee, ik wil niet vertellen welk liedje het is, maar ik weet niet of het ergens om het liedje in je hoofd te hebben, want straks is het iets heel ernstigs. Oh mijn god, waarom weet ik het niet? Ik weet gewoon de hele tekst, maar dat mag ik dus niet zeggen. Wie de fuck is dat liedje? Nou, ik sterf weg hier. Nou. Oh wacht, ik weet het al. Het is Under the Bridge van de Red Hot Chili Peppers. Oh, dat mag wel. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I know. Nou, het kwam allemaal nog goed. Het bleek gewoon een liedje van de Red Hot Chili Peppers te zijn. Yay! Ik ben niet gay. Hoera. Oh, nu al zombies. Beetje jammer van mijn skills. Ding is allemaal. Laten we daar maar lekker wat hondjes mee gaan doden om wat extra puntjes te krijgen. Ja. Ik hoop dat ze lekker veel van deze kogels kunnen hebben, want voor iedere kogel krijg ik 10 extra punten. Dat is veel. Niet. Je kan ook gewoon die turret aanzetten. Als je ooit dorks hebt en je hebt geen allemaal beide wapens en je vindt het knife veel te lang, ik zou gewoon de turret aanzetten. Die dingen spannen aardig snel en dichtbij, de turret maakt ze meteen af. Dat is gewoon een goede strategie. Even niet doodgaan, Rick. Kom op, gaat er niet dood door dorks. Dat is een zielige vertoning, Rick.
Ja, tenminste, het is goed dat ik snel achterkwam dat het van Red Hot Chili Peppers was, anders had ik de hele video in mijn hoofd en dan kon ik het niet zeggen, want ik bang was dat het iets gays was. Ja, je weet zelf, denk ik. Ik neem aan dat je zelf weet. Dood, woef woef. Nou, die valt weinig aan te herladen. Even claymores neerdownen. Daar een claymore, daar een claymoretje. Kan geen kwaad. Zo, W34 jongens, ik zeg ayeto, dat gaat lekker, dat gaat lekker. Zo, even de skullcrusher herladen. Meteen de turret weer aan natuurlijk. You know what it is, turret aan. Ik heb mijn swag on, ik heb mijn turret aan. Ik heb mijn swag on, ik heb mijn turret aan. Ik heb mijn swag on, mijn turret aan, mijn turret swag aan. En niet uit. De turret spuit kogels. Hij schiet kogels, spuit kogels, hij schiet ze hard. Hij schiet kogels, spuit kogels, zombies gaan dood. Brood op je boterham, brood op je boterham. Dat is raar, want er zit al boter op je boterham. Weet je wat echt een cool woord is voor boterham? Bammetjes. Ik noem mijn brood altijd bammetjes. Zeg maar, wat heb jij op je bammetjes? Het klinkt awesome. Het klinkt raar. Oho, kijk, dat was een mooie dodge. Kijk, dat is een mooi moment waarop je zegt, fuck jullie. Dat zijn momenten moet je als een zombie persoon ook aan kunnen voelen, fuck jou. En dan moet je gewoon maar even een thundergun kogel wasten. Ja, dat soort momenten is het gewoon chill met thunder, voor mij spannende daar eentje. Nou ja. Kut, met Barbie. Wachten, uitlokken. Uitlokken en langs macabreren. En we hebben de teleporter voor de verandering, is ook leuk. Doei! Spitta, mijn vrienden! Het enige kut is dat ik hem waarschijnlijk weer vergeet te linken en dan gaan we weer weg. En voor de mensen die geschreeuwen, Rick, stop de film erin! Oké, hij zit erin! That's what she said. Oh, Rick toch weer. Ja, dat skullcrusher troep gebruiken. Dat wil ook gebeuren. Zo. Gaan we even dood jullie jongens. Zo. Even nieuwe. Grenades kopen. Zo. Alles gaat daar en zo. Precies. Oeh, mijn punten zijn wel onder de 40.000 hoor. Dat vind ik een beetje skeer dit. Gelukkig heb ik nog een heel ammo ding van de skullcrusher om mijn punten weer een beetje te boosten. Oh, die ging in één keer niet naar een kamer toe. Dat is raar. Laten we gewoon even lekker snel wegrennen. Ik laat even twee claymores achter voor de lieve zombies die nog... Hier, even langs de rodeo in. Heel makkelijk. Je moet gewoon recht op de zombie aflopen. Net op het moment dat hij wil uithalen, zoef. Dan zoef je er langs. Je moet goed... Dat is ook zo'n gevoel. Wanneer je eigenlijk weet dat een zombie je de map gaat geven. Dat je net een klein tikje opzij kan geven. Ja. En als je denkt dat het niet zo is, ik wil graag een video van je zien waarin je nog nooit deze map hebt gedaan. En gewoon... mijn video's heb gekeken en dat je denkt dat je het gevoel ook hebt. Dat is fingerspitzengevoel. Dat is een Duits woord. Dat is een soort van... dat je echt iets perfect kan doen. Dat is fingerspitzengevoel. Nou wordt het een keer in een SpongeBob aflevering genoemd. Dat SpongeBob zegt dat hij dat fingerspitzengevoel heeft. Dat is gewoon een awesome woordje. Oh god, wat is dit nou? Dat is een rare Bami. Oké, we leven nog. En shit. Joepie, ik leef. Zo, dan heb ik het granaatje. Hoppa! Zo, hop, punten voor mij. En niet voor jullie. Jullie zijn zombies, jullie gaan dood. Ik win en jullie niet. Turret aan. Poep! Ik zat eigenlijk te twijfelen dat de turret aan 1500 of 1000 kostte. Zo lang heb ik deze map al niet meer gedaan. Dat bedoel ik niet als in gisteren, want heb ik totaal niet gekeken hoeveel dat ding kostte. Ik ging hem toch wel aanzetten. En ik zat net voor de grap maar even te kijken. Een paar seconden geleden, hey, 1500. Ik dacht al 1500 en die elektrische traps zijn dan 1000. Dat verklaart alles. Het verklaart waarom de lichtsnelheid in water omlaag gaat. En dat is dan een brekingsindex, omdat met deeltjes. Haha, what the fuck. Zei Rick zojuist. Bedenk jij je nu. Maar het is al te laat. De banaan is al geplant. In de appel. Dat zou niet cool zijn. Je moet gewoon DNA van een banaan en een appel kruisen. Dat je een banaanappel krijgt. Ik zou dat echt vet vinden. Je een appel. Vormige banaan. Gewoon een banaan, maar dan in appel. Dat je hem zo kan afbijten. Dat lijkt me niet handig. En andersom. Een banaanvormige appel. Dus in de vorm van een banaan. Maar het is een appel. Dat is dan wel weer chill. Dat lijkt me wel lekker. Dat lijkt even veel makkelijker te missen. En dat je gewoon een keer het appelschilletje er zo afschilt. Ja, ik wil het. Laten we het maken, jongens. Wij als serpentjes kunnen dat gewoon. Weet je, wij hebben daar gewoon de technologie voor. Wij zijn de toekomst. Van het gamen en van de banaanappel. Banappel. Oh, kut. Nee, ik ga niet dood, jongens. Ik ga even niet dood. Ik ben daar te awesome voor. Later. Hoppa, explosies. Je maag en andere ingewanden liggen eruit. Ondanks dat je maag geen ingewand is.
Of wel nog gaan. Dat dan weer wel. Punten. Ik zeg altijd dat ik dit rondje veel liever loop onder. Maar ik loop veel vaker naar boven. Het is een beetje onder. En als ik dan helemaal punten wil maken, dan kun je veel beter naar boven inderdaad. Maar aan het begin van de wave is dit rondje altijd wel handig. Want dan loop je minder snel vast en zo. Ik heb al heel lang geen perks meer gehad. Als in drops van zombies. Vind ik een beetje jammer. Had me wat leuks kunnen geven. Gewoon lekker double points of iets in die richting. Iets grattigs. We hadden trouwens wave 33 in Shinonuma. Dus die hebben we nu verbeterd. Yay! Dus op dit moment is de map met de hoogste wave. Kino de Toten. Wat die waarschijnlijk ook wel zal blijven de hele serie. Of Ascension. Ascension kan... Kijk, mooi erlangs. Zag je dat? Ik liep gewoon eerst die hoek in. Bocht ik alle zombies en toen ging ik deze hoek in. Zo, mooi langs het fortuin. Ja, mooi. Daar overal langs geperst. Dit zijn even die situaties, als je het spel niet al te veel speelt, dan zijn er echt van die dingen dat je weet, ik ga dood. Maar ja, bij mij is het zo van, meh, nee dank je. Oh, jij nog een beetje ouwe, jij nog een beetje wat kogels door je heen, wat leuk. Hé, hey, een perk. Ik hou van perks. Een hamertje. Deze iets van 120 punten gaan me echt helpen met mijn zoektocht naar mijn ware ik. Laten we nog, oh, ik heb al geen ammo meer voor dat ding. Oké, dat is jammer, dat is jammer. Dat had een leuke vriendschap kunnen worden tussen ons twee, grenade launcher, maar nee, het is weer niet zo, hè. Rot op. Stom beest. Foul creature. Stom beest, moet stoppen met mij slaan, verdomme. Nou ja, ik hoop echt, we moeten echt proberen, en met we bedoel ik vooral ik, wave 100 halen. Als wij wave 100 daadwerkelijk halen, dan zijn we freaking awesome. Ik bedoel, daar kun je niet omheen. Wave 100 instant awesome. Deze nazi-zombie serie zal allemaal heel erg uitlopen. En we gaan alle maps sowieso meerdere keren doen. Ik wil gewoon een keer een serie hebben waar gewoon meer, iets van 1000 delen op staan. Je denkt, hey, kom je nieuw op mijn kanaal? Hey, wat is dit voor leuke zombies, leuke video? Oh, hey, nazi-zombies deel 1000. Oh, oké. Zoiets moet je hebben. En ik heb geen zin in deze map. Ja, dan sla je gewoon Kino over. Alleen, je moet wel zelf uitzoeken hoeveel parts het is. Want ik wil natuurlijk niet verklappen in welk deel ik dood ga. Je kan natuurlijk ook van iedere map en... Oh, goh, dat was ook mooi. Net over dat trappetje heen. Ik voelde dat ik bijna bleef hangen op het trappetje en dan waren we er geweest. Maar nee. Echt, ik kan echt niet geloven dat we 100 halen als je ziet hoe close het al is. Het zijn echt alle van die hele close momentjes die ik heb, hoor. Zo, doei. Dat was totaal niet close. Dat was ook niet sarcastisch, want ik heb maar 2 tikken. We wel iemand gaan proberen ieder contact met zombies te vermijden, maar ja. Dat kan niet altijd, hè. Soms zijn zombies helemaal gemeen. Gaan ze haten. 33 was alweer door, dus ik denk dat we maar eventjes gewoon even ammootje kopen sowieso. Hoppa, clipje erin. Oh, dus de ramen zijn net leuk gerepareerd, dus de zombies moeten opnieuw doorbreken. Laten we gewoon lekker een turretje opengooien. Nou, toch bezig zijn. Teleporter linken. Doen we dat ook meteen. Waarom niet? Zeker niet vergeten de teleporter aan de andere kant te linken voordat ik erin ga staan en doodga. Echt, je zal maar zo doodgaan. Het is echt heel lullig en het gebeurt dagelijks. Dagelijks gaan er mensen dood op die manier. Steun Giro 115. En als je mijn eerdere zombie video's gekeken hebt en gewoon een zombie fanatic ben, dan begrijp je waarom ik 115 zei. Omdat het te maken heeft met de zombie storyline. Graag gedaan. Voor de rest. Weinig te vertellen over nazi zombies. Ze zijn zombies, ze zijn nazi. En ze willen me doodmaken. Nog een... Hey, Rick, heb je nog goed advies voor me? Ga niet dood. Graag gedaan, bij deze. Als jij niet doodgaat, kun je niet verliezen. Zo in het voetbal. Heb je nog advies voor voetbal? Zorg ervoor dat ze niet in jouw doel scoren. Kun je niet verliezen. Precies. Weet je, je kan dan ook niet winnen als je niet zelf scoort. Maar je verliest tenminste niet. En zo werkt het ook met zombies. Je kan gewoon iedere zombie ontwijken. Niet doodgaan en gewoon geen zombies doden. Zombies gaan in principe wel uit zichzelf dood. Er was ook een glitch. Kon je op de turret gaan zitten. Met 4 man gewoon. Liet je alle 4 gewoon een beetje je PlayStation aan. Dan zat je in wave 1000. Want de zombies gingen uiteindelijk dood gaan na 10 minuten en dan vallen ze in één keer neer omdat ze zombies zijn en zo, best wel realistisch. Ja, zombies kunnen helemaal niet voor eeuwig leven, omdat ze zombies zijn, best wel realistisch. En ja, dan gaan ze gewoon dood. En dan heb je van je PlayStation een beetje aanstaan, heel hoog. Maar dat soort dingen fixen ze allemaal. Hoorde ik daar een perk? Nope. Zo, ja, nog een beetje ouwe. Ik kan de turret aanzetten, maar zo te zien zijn de laatste zombies, dus laten we ze gewoon eventjes met dit wapen afmaken. Dat zijn die beestjes dood. Van nog mijn wife. Ik kan ook mijn vrouw gebruiken, ja. Die kunnen we ook gebruiken voor het doodmaken van zombies. Ik denk dat het handig is mijn knife te gebruiken, mijn mesje. Maar dat is natuurlijk een manier keuze van strategie. Als jij denkt dat jouw vrouw beter gaat doen dan een mes, dan moet je gewoon je wife gebruiken natuurlijk. Ik ga daar niet op haten. Iedereen heeft daar zijn vrijheid in. Dan mag je zelf de hand naar zetten.
We gaan even dood, jongens. Kom op. Oh, hé. Hey. Mijn ding zegt, de video zit erop. Laten we eens even deze dingetjes doodmaken. Of laten we er even eentje of twee leven, want ik ga toch niet verder met Nazi Zombies opnemen voor vandaag. Mes erin. Oké, dat is niet zo leuk. Hop, mes erin. Messi. Haha, Messi. Snap je hem? Kut, niet slaan. Het zou echt heel lullig zijn als het daardoor dood ging. Zo, mes erin, dood. Wacht. Genius. Hoppa. Hebben ze dat ze... Oh. Vuile, vieze. Rotbeesten. Oké, zijn ze nu helemaal dood? Nope. Wat spannen die beesten nog? Nee. Moet ze een beetje... Oké, er zijn nu... Oh, er zat nog een grenade in. God, er zijn er nog best wel veel. Het zijn er vier. Zo. Die dingen gaan niet dood, zeg. Ze gaan echt totaal niet van dood. Oké, laten we eens nog een mes erin proppen. Zo, jij dood. Jij dood. Jij bewaren voor de volgende aflevering. Dit is Hans, jongens. Zeg maar hoi, Hans. Hoi tegen de kijkers. Oké, nou, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Volgende aflevering, video, ding. Gaan we gewoon verder met nazi-zombies. We zitten sowieso in weer 35. Behalve als Hans in één keer verandert in een super mega Hans en me doodslaat. Maar of dat echt gebeurt, zie je de volgende aflevering. Ik zal deze aflevering ook nog vertellen of mijn nibbits lekker waren, mijn cola. Ze waren fantastisch. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Doei!